dat laten zien. Ik weet niet of dat zo een beetje zichtbaar is op mijn scherm. Kijk hoe lang die lijst is. Van al die delen. Het is echt bizar. Het is echt een klein lettertype. Ik kom gewoon beneden en het is gewoon echt donker. En ik hoop dat dit voor andere kindjes ook allemaal leuke tips waren van boeken. We gaan nu kijken hoe snel hij hem op kan lossen. Oh, het is heel spannend. Goedemorgen, het is woensdag en het is best vroeg, maar ik rijd zo even met Sarah naar de garage voor de auto. Daar haal ik mijn moeder op, want haar auto heeft APK en beurt volgens mij, al weet ik dat niet zeker. En dan blijft Sarah daar, die doet de school daar, dat doet ze nu één keer in de week. En dan ga ik weer naar huis. Oh, en ik heb honger, maar ik heb eigenlijk niet echt iets te maken. De kiwis zijn nog niet rijp. Oh, ik eet denk wel snel even een paar druifjes. Dan moet ik toch even wat te eten in mijn buik. Maar daar heb ik wel tijd voor. Ik heb wel een paar minuten en dan om iets te maken echt, dan ben ik klaar. Dan kan ik het niet meer opeten. Nou, hoewel, ik heb 3 dingen uit de vaatwasser gedaan. Ik ben net weer thuis. Het is zo grauw vandaag. Ik was mijn camera vergeten in alle haast. Dus we hebben moeder opgepikt. Toen heb ik moeder naar huis gebracht. Sarah is daar nu ook. Die is aan de school bezig. Ik heb thee gedaan. Toen heeft Sarah alvast wat aan de school gedaan. Ik heb nog te dik thee gedaan. En nu ben ik thuis. En eerst even licht in huis laten. Want het is zo verschrikkelijk donker. Dat het niet leuk is. En dan ga ik aan de slag. Ik ga zo vast de soep maken voor vanavond. Daar heb ik trek in. En zo. Het lijkt echt heel licht zo. Maar het is echt, echt grauw. De soep maken. En wassen. En alles doen in huis. Een beetje werken. Noem het maar op. Oh. Ik ga beginnen met de vaatwasser en thee. Ik begin alvast aan de soep voor vanavond. Ik vind het altijd lekker als die dan nog een beetje trekt. En ik ben altijd lui om bouillon te maken. Dus de basis. Komt uit een pakje. Echt een heel gas op elsteken. Maar dat vergeet ik elke keer. En op de een of andere manier is het automatisch kapot gegaan. Maar we moeten toch een nieuw kopen. Ik ga even heel veel palletjes draaien. Oh, echt zo lekker soep. Ik hou hier zo van. Ik ben nu even naar Sarah's kamer gegaan. Sarah die leest heel veel en heel snel. Want, weten jullie nog, 3 dagen geleden kreeg ze deze 2 boeken? Uit. Gewoon uit. Dit heeft ze in de 2 weken ervoor gelezen. Het is niet aan te slepen. Ze heeft die dagboeken van de muts. Die heeft ze tot deel 11, uit. Echt, het is gewoon niet normaal. Het is soms gewoon niet eens grappig meer. Dus, ze heeft ook heel veel pinkeltjes. Heel veel zijn hele oude, dus dat is wel op zich echt heel erg leuk. Oh, leuk. Tummy, die kan ik ook gelijk op de lijst zetten. Dus ik ga even de boeken uitzoeken. Want ik heb opgezocht welke pinkeltjes er allemaal zijn. En dat zijn er echt wel heel veel. En die heb ik even in een lijst gezet. En die lijst, daar ga ik dan uithalen wat ze al heeft. En mijn moeder heeft er ook nog een aantal liggen. Dan stuur ik die lijst door mijn moeder. Haalt die eruit wat Sarah dus nog van mijn moeder gaat krijgen. En dan kan ik andere delen op haar verlanglijstje zetten.
En nu zag ik net Dummy en daar zijn ook meer boeken van. En die vindt ze ook heel leuk. Dus dan ga ik de Dummies er ook gelijk op zetten. Maar daar heeft ze er één van. Dus alles wat er verder is, dat is makkelijk. Ze heeft ook Dofje Weerwolfje heel veel boeken. Van een aantal. Die heeft ze ook allemaal uit. Ja, het is echt bizar. Maar die staan allemaal op het lijstje wat ze nog niet heeft. Dus kijken. Maar Pinkeltje. Ik zal het laten zien. Ik weet niet of dat zo een beetje zichtbaar is op mijn scherm. Kijk hoe lang die lijst is. Van al die delen. Het is echt bizar. Het is echt een klein lettertype. Dus ik ga die stapel even langs. En dan ga ik die lijst even updaten. Het is wel even fijn een dagje zo. Helemaal alleen. Het is heel stil. In ieder geval, ik heb wel elke keer muziek aan. Maar het ruimt wel echt op. En ik kom wel echt vooruit. En dat was echt fijn. Want het werd een beetje een chaos hier. Ik ben beneden klaar voor nu. Dus ik ga boven even vast strijken. Heb dat vast gedaan. En als Sarah dan thuis komt, heb ik gewoon lekker tijd voor haar. Maar die komt pas na het eten. Dus duurt nog even. Ik heb trouwens nu al honger. Maar dat komt misschien omdat ik die soep de hele tijd ruik. Ik kom gewoon beneden. En het is gewoon echt donker. Echt bizar. Het is buiten nog schemerig. Maar in de woonkamer. Echt, je ziet bijna niks meer. En dat, het is nog net 5:30. Makko komt ook elk moment thuis en dan kunnen we gaan eten. Ik zit te denken, zal ik de tafel dekken? Maar ik denk dat we voor de tv eten. Zeker met soep, met z'n tweeën. En anders mag hij de tafel gaan dekken. Dat vind ik een slim plan voor mezelf. Ik ga denken even die, ik ga die Dummy de Mummies even uitzoeken. En ik hoop dat dit voor andere kindjes ook allemaal leuke tips waren van boeken. Hebben jullie nog leuke tips? Laat het ook even hier weten. Want zoals jullie hebben gezien, Sarah leest nogal heel veel. Maar misschien hebben we zo ook een kindje een leuk boek kunnen aanraden. Eindelijk mijn meisje ophalen. Oh, ik zit in de auto. Het is wel leuk. Want mijn opa ging daar eten. Dus Sarah en opa hebben elkaar ook even gezien. Nu was ze aan visite. Dus zo kwam alles mooi samen. Helemaal leuk. Het is wel alleen echt jammer dat ik Sarah daardoor wel weer. En ik heb gezien natuurlijk echt even met ontbijt te aankleden en brengen. En dadelijk naar bed brengen. Dan is de dag gewoon alweer voorbij. Ik ben binnen bij mijn ouders. En ze waren met Orlando bezig met de Rubik's Cubes. Dus ja. We gaan nu kijken hoe snel hij hem op kan lossen. Oh, jij gaat timen, hè? Wacht even. Marco is aan het douchen met Sarah en die gaat zo slapen. En dan gaan we weer verder met onze favoriete en enige bezigheid momenteel 's avonds. Televisie kijken, The Walking Dead. En als het goed is, is het laatste seizoen en we hoeven echt nog maar een paar afleveringen. Dus het wordt wel steeds spannender hoe het nu echt af gaat lopen. Zeg wel, de weer de zoveelste serie die echt gaat aflopen nu, zeg maar. Nog 3 afleveringen. Oh, het is heel spannend. Maar ik ga naar mijn bed. Marco is ook aan de bed. Ik moet vanochtend vroeg eruit. En ik heb echt zoveel gedaan vandaag. Dus ik ben echt moe. Ik wil wel de vlog nog even afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik je onder even op abonneren. Sorry. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei.